Mensen, leuk jullie kijken naar een nieuwe video van mij, DB Gamer. Voor vandaag heb ik weer een nieuwe Minecraft video voor jullie. Het is weer een tijdje geleden dat ik dit heb opgenomen. Ik zeg gewoon meteen voor de mensen die graag willen dat ik live ga. Ik ga morgen live, op donderdag dus. En we gaan nu meteen beginnen. Ik ga eerst even checken of er nog mensen op het bord moeten komen. Dus ik ga de reacties even bijhalen. Dus ik zie jullie zo terug. Ja, tot zo. Als ik zo kijk, waren er niet echt mensen die nog tips hebben achtergelaten. Als je op deze muur wil, want er zijn nog genoeg plekjes over en ik wil hem eigenlijk het liefst vol gaan krijgen. Het is een tipmuur slash wallveen slash kijkermuur, hoe je het ook wil noemen. Als je hierop wil komen, dan moet je even een tip achterlaten in de reacties. Misschien gebruik ik hem, misschien ook niet, maar je komt er altijd op. Want er zijn hier nog allemaal leuke plekjes. Wudai. Ik stond net leuk bij de katten- en hondenkamer waar ik nog steeds mee bezig ben. Ik ben deze keer wat beter voorbereid dan bij de vorige Minecraft aflevering. Alleen ben ik vergeten. Werd dit nou de kattenkamer? Wat was het eigenlijk? Ik ben het een beetje kwijt. Werd dit nou de hondenkamer of werd dit nou de kattenkamer? Volgens mij, als ik het goed heb, werd dit de hondenkamer. Als ik het goed heb. Deze moet ik dus niet weghalen. Als ik het goed heb, hè? Ik weet het niet zeker, eigenlijk. Ik weet het totaal niet 100% zeker. Nou ja, wat werd deze kamer nou dan? Deze, die had ik al een soort... Dit werd de hondenkamer. Dit werd de hondenkamer. En die andere, dat werd de kattenkamer. Ja, nu weet ik het weer. Oké, dat lijkt er meer op. Daan, even gedachten weer terugbrengen natuurlijk. Oh, ik ga je niet genoeg... Ja, ik ga gewoon niet genoeg blokken hebben. Tijd om ze te gaan omsmelten. Wacht, ik zie hier ook... troep wat ik nog moet verbeteren. Hallo, jij moet ook even weg. Dank u. Maar ja, ik heb dus meer van die blokken nodig. Dus ik moet ze gaan omsmelten. Oeh, dit ding begint ook stuk te gaan. Ik moet daar heel veel nieuwe dingen hebben. Kan je het ook via hier doen toevallig? Hallo, gold. Ik kan het even bekijken. Oké, nee, dat kan niet. Dat is pittig jammer. Hier kan het wel. Heb ik hout nodig? Hout. Heb ik nog hout? Ik heb gelukkig nog goud, maar ik ben bijna houtloos. Oh, nee, laat maar. Ik heb hier nog heel veel. Oké. Pak daar maar 15 van. Dan verdeel ik dat even voor 2 ovens hierdoor. Hier 8. Hier dit. En dat. Ga erin. Ingrediënt. Zo moet het. Zo. Toppie. Dan gaan wij ondertussen weer verder met het inrichten van deze kamer. Want deze muur moet ik dus even wegdenken. Hier rond straks nog een blok. Voor nu plaats ik eerst even een dirtblok daar. Oké, dit zou de hondenkamer worden. Dus de kattenkamer was ik volgens mij bijna mee klaar. Oh nee, ja, daar was ik al redelijk klaar mee. En die had een paar tijd op de grond met deze dingen, als ik het goed heb, in de hoekjes. Dus dat ga ik ook gewoon weer doen, net als bij de vorige kattenkamer. Maar deze keer ietsjes groter, dus dat ietsjes groter en elke hoek een beetje... En ik denk dat ik daar nog wat doe. En hetzelfde aan deze kant. Yes. Dan ga ik nu een beetje tapijt erbij plaatsen. Want katten die houden natuurlijk van tapijt. Beesten, kunnen jullie een keer stil zijn alsjeblieft? Jezus. Dat is echt heel irritant. Dat is echt heel kut. Nou ja, ik heb ervoor gekozen om die beesten te nemen, dus eigenlijk moet ik niet klagen. Ik denk dat ik het toch hier langs laat gaan en dan vullen we gewoon de hele kamer op met wol. Alleen heb ik nu niet genoeg en ik heb ook nog voor de hondenkamer nodig. Dus dat is wel kut, maar... Heb ik toevallig nog zo'n ding waarmee je katten en honden mee naar beneden kan nemen? Zo'n lead? Heb ik die? Ja, die heb ik toevallig wel hier. Ik weet niet waarom die in deze kist zit, maar ik heb hem wel. Oké, jij bent de eerste die meegaat. Katje, kom mee. Moet je wel verstaan natuurlijk. En dan moet ik nu dik meekomen. Meekomen, beweeg de kamer in. Geef mij die en zitten. Goed zo, dat is de eerste. In de verkeerde kamer. Kut! Wat ben je ook slim, Daan. Wat ben je toch hartstikke slim. Ja, kom mee. Goed zo. Nu ben je wel in de goede kamer.
Mijn mic viel even weg en dat heb ik nu weer gefixt. Hoop ik. Maar ja, die zit nu in de goede kamer. Ik ga de rest even van boven ophalen. En, oh, het is ook alweer nacht. Oh, en ik heb meer schapen. Oké, cool. Dan kan ik straks bijvoorbeeld weer wat meer wol fixen. Hier stond nog een kat. Hallo, kat. Kom hier. Je moet even staan eerst. Staan. Goed nadenken. Staan. En dan delete. Meekomen jij. Meekomen, meekomen, meekomen. Goed zo. Kijk jij. Dit is een kat die luistert, mensen. Dit is een kat die luistert. Kom mee. Kom mee, kom mee, kom mee, kom mee. Kom nou gewoon alsjeblieft even mee. Wat doe jij? Shit, mijn ding is stuk. Kut. Oh nee. Meekomen. Katje, kom mee. Kom mee. Kom. Oké, laat maar. Deze kat die luistert ook al niet. Jezus. Ja, gaat dat gat in? Gaat dit gat in? Jezus, wat een kutbeest. Jezus! Ja, goed zo. Kom nu even deze kant op en dan keer ik weer om en dan ga jij hier langs. Oké? Right? Eerst werkte dit altijd! Hoe moet ik ze anders beneden krijgen? Ja, kunt! Ga erin. Ga erin, beweeg. Die kant op, ga erin. Goed zo, en dan naar beneden. Ga je nu naar beneden? Please, ga gewoon naar beneden, alsjeblieft. What the f... What the f... Je zit aan de verkeerde kant, Mau-Mau. Ik weet niet of je het door hebt. Kom nou, alsjeblieft. Katten... Waarom werkt dit niet? Wat ben jij toch een scheidbeest? Zit. Die kant op. Hup. In dat... Hoezo werkt dit niet? Wat is hij nou? Poesje, hallo? Wat da... Dit is zo'n gedoe. Normaal werkt dit echt altijd. Waarom kijk je naar beneden? Ben je sad? Ben je sad? Heb je eten nodig? Moet ik je vis geven? Geef antwoord. Oké, dus je wilt dus geen vis. Wat is er dan? Nou, kom nou gewoon even naar beneden. Mijn katje wil nog een keer mijn dood, joh. Kijk hoe weinig HP ik ben. Dit werkt gewoon niet. Eerst werkte dit altijd met katten in Minecraft. Ik zit vast. Ik zit vast. Hoppa. Fuck. Oh, scheidkat. Oké, jij blijft dus voor eeuwig boven. Jij gaat nooit de kattenkamer kunnen zien. Besef je dat? Nee, dus. Oké. Ga ja, dan maar daar zitten. Nou, dan ga ik die kat uit die andere kamer wel halen als deze niet wil luisteren. Kom mee. Wat doe ik weer dom? Los. Zo. Kom mee. Lopen. Lopen. Deze kant op. Naar de kattenkamer. Bij je vriendje. Dan ben je niet meer alleen, Henk de kat. Hij kijkt omhoog. Oké, ik heb geen idee of Henk nog wel zin heeft in een vriendje. Maar gaan we even lekker dicht bij elkaar zitten. Goed zo. Mooi, mooi, mooi. De volgende ophalen. De volgende. En volgende doelwit. Zo, jullie zien het leuk. Jij gaat mee. Tok. Huh. Lalalala. Alle katten naar de kamer brengen. Maar hoe moet ik die honden dan beneden krijgen? Dat wordt ook nog even een probleempje. Kom ik nu achter. Ja. Hoe moet ik al die honden beneden krijgen? Shit. Shit, 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 shit. Oké, kom maar. Goed zo. Die honden worden ook nog een probleem. Shit, man. Ik heb hier niet over nagedacht. Oh.
Problemen, problemen. We hebben nu tenminste wel poesjes. Daar ben ik al blij genoeg mee. Kijk, lekker in de kattenkamer, toch? Hartstikke leuk bij je vriendjes. Alleen, jullie missen tapijt. Meer tapijt. Oké, dat ene spul is vast wel ongesmolten, denk ik. Nou, gedeeltelijk dan. Hup. Nou, ik heb iets meer erbij. Ik zou dus echt gewoon meer ander spul nodig hebben. Al wil ik dit altijd 100% afmaken. Maar oké. Dat is zo'n donker stukje. Plaats er een blokje. Dank u. Plop. 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 Oké, deze kamer is weer gefixt. Toppie. Ja. Kamers zijn klaar. Qua ruimte dan. Dit moet ik moet het tapijt. Eerste kattenkamer, katten de ja, de katten zitten al beneden, dat is meer de reden. De katten zitten al beneden, dus die honden moet ik nog van beneden naar boven halen, of van boven naar beneden halen. Jezus, praten is moeilijk. Maar kijk, deze katten die waden dus al beneden, dus dacht ik van ja. Oké, dan doe ik het wel gewoon zo, joh. Een schaar. En ik heb nog wol nodig voor mijn hondenhok. Hondenkamer, hoe je het wil noemen. Ik wil jou ook scheren. Dank u. Zo mooi. Plop, dan gaan we weer door. Ja, laat me eten. Hallo, dank u. Jeetje, dat duurde lang. Voordat ik eindelijk in dat gat kon. Jezus. Oké, hier moet ik zijn. Laat ik dan vast. Voor de honden wou ik het anders doen. Ik heb nog op. Hoeveel tapijt heb ik nog nodig? Even tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tapijt heb ik nodig voor de kattenkamer. En dan is de kattenkamer bijna klaar. Alleen nog leuke verlichting ophangen. Hier. Oké. Ik had er 7 nodig. 9 ook goed. Gebruik ik ook wat voor de hondenkamer. Zo. Plop, plop. Tik, tik, tik. Kan ik het plaatsen? Ga de kant. Ga er even. Ik probeer jullie kamer af te maken. Als jullie niet aan de kant gaan, dan kan dat niet, hè? Henk de poes. En Sada de kat. En Mieps. Miepie. Ja, Miepie. Dat was het. Miepie. Plop. Ik heb geen deel kan zeggen. Maar nee, ik wou er bij 100 zoden en dan hier nog eentje bij of zo. En dan ergens een mand. Dus een mand maken. Hoe kan je een mand maken in Minecraft? Zo of zo? Nee. Hoe doe je dit? Oké, wacht. Dit is toch nog moeilijker dan ik dacht. Gewoon zo. En dan hier tapijt. Ik heb tapijt nodig, maar dat heb ik niet. Oké, ik ga lantaarns ophalen omdat die heel leuk zijn. Oké, hier heb ik er nog een paar. Moet ik dit hiermee hakken? Ja, dan moet ik hiermee hakken. Deze kamer ga ik nu voor iets anders gebruiken. Dus eerst wordt het even verlicht door torches. Deze moet ik ook even meenemen voor de poesies. Oké, zo. Dat is namelijk hun lekkere, smullige vis. Dat komt bij Miepie. Hier. Zo. Vis. Lekker. Lekker voor jullie katjes. Allemaal voor jullie. Oh ja, en de lantaarns. Ik heb er nog meer nodig, maar dit is alvast een begin. Daar één. En in dat hoekje één. En er komt daar nog één. En bij de deuropening één. En misschien in het midden nog één. Ik heb geen idee. Dit. Ik heb geen idee wat ik moet zeggen. Ik heb nog een stuk tapijt. Dat ga ik in de hondenkamer doen. Want ik had nog een stukje tapijt nodig. Ploep. Oh, ik hoor een spin. Oké. Ik kan vast wel lantaarns maken. Ik heb genoeg iron, denk ik. Iron. Ik heb iron nodig. Iron, en wat had je er nog meer voor nodig? Iron en nog iets. Je hebt iron nuggets ervoor nodig. Dat was het. En een torch, ja, dat heb ik wel. Toppie, want ik vind heel vaak iron nuggets bij schepen. Iron nuggets, heb ik nog iron nuggets? Ik heb niet heel veel. Oké, dan pak ik voor de zekerheid even een beetje iron erbij. Waar maak ik weer torches? Hier. Hier dus. Hier. Klop, ik kan er één maken.
Ik heb meer iron nuggets nodig. Waar kan ik die maken? I got no idea. Fuck man. Fuck. Waar moet ik die maken? Hallo? Waar moet je iron nuggets maken? Ik weet het voor real niet. Moet je niet bij dit? Ik heb er geen idee. Hier? Please! Waar kan ik iron nuggets maken? Shit. Dan heb ik letterlijk maar één lantaarn erbij. Ik wou meer lantaarns maken voor de hondenkamer, maar ik heb gewoon geen idee waar ik die nuggets kan vinden. Oh, dit is zo dom. Oh, ik zie hier een blok wat daar niet hoort. Blok. Geef me dat. Doe dan dit. En bij dit ding of zo, hier. Hierboven zo, ja, hier. Kan dat? Nee, dat kan niet. Oh ja, omdat dit natuurlijk... dit heb ik van ander spul gedaan. Dus doe ik het zo. Ja, dat is leuk. Echt zo'n leuk lampje hier, hoor. Ja, I like that a lot. We hebben nog wel even. Ik wil eigenlijk ook nog gewoon nog een Fortnite opname doen. Maar wat gaan we met deze kamer doen? Ik heb echt geen idee. Even de deur eruit slopen. Want deze die hoort bij de kattenkamer. Plop. En dan gaan we ook even naar een leuke deur kijken voor de hondenkamer. Heb ik nog een leuke deur? Nee. Oké. Dan ga ik even wat hout pakken. Dan ga ik even een deur maken voor de hondenkamer. Dan zijn we al een paar stapjes verder. Hier, een deur. Heb ik eerst hout voor nodig. Logisch. Iets meer hout. Ja, top. Hier, toppie. Nu heb ik meteen 3 van die deuren die ik eigenlijk niet wou. Want je krijgt er 3, hè? Plop. Leuk. En, ja. Ja, wat moet ik met deze dingen doen? Ja, die kwak ik wel gewoon weer in deze kist. Ik kwak even al mijn meuk erin. Dingen die ik niet nodig heb. En wel pak als ik ze later wel nodig heb. Ik weet dat ik er net ander spul in heb gedaan. Dat is pittig dom. Ik deed het toch. En ja... Dan zeg ik jullie hierbij bedankt voor het kijken. Abonneer die beneden voor meer. Druk sowieso ook even op die like knop. En rinkel de bel. Zeker ook even. Daar zou ik heel blij van worden. En dan zeg ik jullie bedankt voor het kijken. En dan zeg ik nog maar één ding. En dat is later.